als je tegen jezelf kan zeggen, ik ga ermee stoppen en ik ga er alles aan doen om te stoppen, want ik wil het, dan kan je van die verslaving afkomen, denk ik. Op een gegeven moment denk je, fuck it, ik ga gewoon stoppen. En ik ben niet lief voor mezelf en ik ga het gewoon doen. Wat ik heb gedaan is, ik heb een datum geprikt voor mezelf. Ik zeg van, oké, vanaf deze datum ga ik niet meer roken. Dan kan ik daar me ook mentaal voor voorbereiden. En als het moment daar is, ja, dan sta ik ook op van, oké, dit is het moment. Ik ga nou niet meer roken. De main reason waarom ik gestopt ben zijn mijn jongens. Die wil ik gewoon nog heel lang zien. En ik wil ze meemaken als ze groot worden en zo lang mogelijk bij ze blijven. Zolang het kan. En gewoon zelf super gezond blijven. Ik ben een paar keer gestopt, dus ik weet wat de triggers zijn voor mij. En ik probeer die triggers wel uit de weg te gaan. Ik ben nu 3 weken gestopt, maar ik weet dat er een moeilijk moment nog gaat komen. Na die 2 maanden of net in die 2e maand, begin je het echt te missen. En dan begin je de handeling te missen en denk je van ja, shit. En dan is het moment om vol te houden. En nou ik een rookvrij leven heb, ben ik alleen maar blij en trots. En dan kan ik ook aan mijn jongens laten zien van, zie je, weet je, met wilskracht lukt het gewoon.